Jeyoon, ik wil graag mijn Pokémon-kaarten ruilen met mensen. Maar ik wil mijn fidget spinnen ruilen. Weet je, we laten de kijkers bepalen. Fidget spinnen ruilen of Pokémon-kaarten ruilen. Jullie mogen kiezen. Let's go. A few inches later. Nou jongens en meisjes, het is duidelijk. Jullie willen dat ik mijn fidget spinner ga ruilen. En ik hou nog wel zoveel van mijn fidget spinner. Ik heb een zeer zeldzame fidget spinner voor u terwijl. Wilt u hem hebben? Nee. Ruilen? Nee. Voor uw zonnebril. Maar u heeft, u heeft de mooiste zonnebril die ik ooit heb gezien. Nou, wat leuk. Wilt u hem hebben? Nee. Mevrouw, wilt u met me trouwen? Mevrouw, wilt u met me trouwen? Alsjeblieft. Ik smeek u, mevrouw. Dat kan onze kleinzoon zijn. Maar wilt u hem wel aannemen? Kijk, kijk wat hij kan. Nee, echt. Hij kan draaien, mevrouw. Ik vind jou veel leuker dan dat hele ding. Oh, maar ik ben niet Terrel. Ik heb een fidget spinner, Terrel. Wilt u hem ruilen voor uw telefoon? Nee. Deze is zeldzaam. Ik ga er niet ervan. Echt niet? Nee. Wilt u hem ook niet gratis hebben? Nee. Echt niet? Nee. Echt niet? Nee. Mevrouw, please. Sommige mensen niet gehouden van kwetten spulletjes. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Echt niet? Echt niet. Nee. Wedden? Wedden? Voor fidget spinner. Gratis fidget spinner. Wilt u ruilen? Wilt u ruilen? Wilt u... Waarom wil niemand mijn fidget spinner? U heeft gewonnen. De magische fidget spinner. Geweldig. Mevrouw, alstublieft. Nee, dank je. U hoeft alleen maar even uw bankgegevens in te vullen, zodat ik rijk word. Ja. Mevrouw, alstublieft. Nee, dank je. Mevrouw, nee. Mevrouw, nee. Mevrouw, nee. Mevrouw. Van ruilen komt huilen. Dat is inmiddels wel duidelijk. Alleen, weet je, van al dat vragen over fidget spinners en van al dat ruilen heb ik wel een beetje honger gekregen. Ik ook. Ik heb zin in Burger King. Maar ik heb zin in McDonald's. Het gaat hier om mij. Het is mijn camera en mijn YouTube kanaal. Maar het is mijn buikje. Weet je wat? De kijkers bepalen. Nou jongens en meisjes, ik heb honger. Alles kopen wat 1 euro kost bij Mac of Burger King. Daar gaan we. A few inches later. Ik ben boos. Waarom? Dat jij je zin hebt. Mackie gang? Ja. Show me. Ja jongens, jullie kozen allemaal weer voor McDonald's. Jullie kunnen de McDonald's ook niet met rust laten. Jeyoon, ik heb deze voor jou gekocht, omdat je lijkt op hem. Alsjeblieft. Hij is zielig. Haatje. Job. Job. Mackie is er. Mackie? Mijn naam is Job en ik ben natuurlijk van het beautykanaal Dutch Beauty. En vandaag heb ik hier de mooie stop... Jullie hebben besloten dat we alle euro-items moesten bestellen van de Mac. Dat hebben we gedaan. Zet er ook een doekje bij, kost dat ook een euro. Wat hoort er allemaal bij de euro-item? Een hamburger, een cheeseburger, veel te zachte patat waar ik waarschijnlijk in ga stikken, een McChicken. En kipnuggets. Deze zijn trouwens ook heel erg goed voor de huid en om de foundation mee in te blenden. Dat is een grapje. Je krijgt er puisten van. Wij gaan genieten, want jullie wouden McDonald's en geen Burger King. Jij bepaalt. Jullie bepalen. We hadden hier ook met een zak Burger King kunnen staan. Maar jullie wouden McDonald's. Wij gaan eten. Iedereen keek. Waarom doe je dat? Donu! Oh, Jeyoon. Alsjeblieft, jij mag de kipnuggets. Ik wil een burger. Nee, die krijg ik. Maar je hebt meer burger. Die krijg ik. Okay. Die krijg. Proost. Hij smaakt naar eend. En kat. Jongens en meisjes, wij gaan genieten. Want we hebben er heel erg. Mijn hand zit vast, Jeroen. Eet smakelijk. 6.5 hours later. Oh, en weet je wat ik altijd doe? Ik bewaar het lekkerste voor het laatst. Mijn cheeseburger. Je wat? Mijn cheeseburger. Oh. Die zit onderin zeker, of niet? Nee, die had ik net weggegeten. Je had niet gezegd dat die voor jou was, dus ik dacht gewoon van ja, die eet ik gewoon. Joep. Ik heb honger, maar ik heb ook wel zin in nieuw speelgoed. Dus ik laat het jullie bepalen. Blind speelgoed of eten kopen? Ik ben benieuwd. Let's go. A few inches later. Nou jongens en meisjes, ik moet blind speelgoed kopen, als dat maar goed gaat. Ik zie op dit moment dus echt letterlijk minder dan Jeyoon zonder bril. En dat is best wel ernstig. Oh, ik vind dit zo eng. Volgens hem. Ik moet dus nu. Volgens hem. Ik moet dus nu iets pakken en dat moet ik dan ook echt gaan afrekenen. Breng niks af, rustig aan. Ik vind het zo eng om te doen. Hè. Dit voelt gewoon echt alsof ik een wiskundelokaal inloop terwijl ik te laat ben gekomen. En je weet het niet. Je kunt nu nog een beetje vrij rondlopen. Aan het schiemen is. Rustig aan. Je loopt terug. Leef ik nog? Of ben ik niet meer? Ja, je kunt rustig gaan. Een beetje links. Je gaat nu tegen iets aanlopen, rustig gaan. Rechts. Rustig gaan, je loopt nu tegen iets aan. Heb ik iets gepakt? Ja, dat heb je zeker. Is het iets leuks? Je kan er niet, jij kan er niet veel mee, maar een kijker wel. Een kijker wel? Ja. Dus dit wordt hem? Mag je doen. Ik voel mijn wenkbrauw niet meer.
Oh, hey! Het is Jaehyun, die ook altijd alles 10 keer sloopt voordat hij ervan leert. Nou ja, schijnbaar is het een ezel geworden. Van 4 euro, 17,5 centimeter. Wat een informatie! We gaan hem afrekenen. Hoe heet jij, kleine jongen? Ja, we praten als we thuis zijn. Het is gewoon mijn nieuwe vriendin. Sorry, Soraya. Jongens en meisjes, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik blind deze ezel verkozen. En ik ga die weggeven, dus als je die wilt winnen, moet je even een like doen, moet je abonneren. En je moet ervoor zorgen dat je een leuke reactie achterlaat. Jij gaat naar een kijker toe. Vind je dat leuk? Je vindt dat... Dames, ik heb een cadeautje voor jullie gekocht. Ik heb voor jullie een bosje bloemen hier. Nee! Is dat geen mooie kleur? Nee, paars. Ik dacht een beetje dezelfde kleur als mijn hoofd als ik te lang ren. Het lijkt erop dat niemand mijn bloemen wil. Dan moet ik maar gaan voor mijn 24ste keus. Jaehyun. Voor mij? Ja, Jaehyun, voor jou. Ik heb niet echt andere mensen die hem willen aannemen. Ik ga ze opeten. Niemand wil mijn bloemen aannemen. Wilt u ze? Wat? Wilt u mijn bloemen? Want niemand wil ze aannemen. Meen je dat nou? Ja, echt heel graag. Waarom wil jij ze niet? Paars is niet echt mijn kleur. Ze zijn vers van de pers. Ja, ik wil ze wel. Ah, kijk, fantastisch. Oh. Hallo, mijn naam is Chantal. Mijn naam is Truus. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik heet. Ik wil iets goeds doen voor de mensheid. Maar Job, wat waren mijn bloemen? Ik heb een idee. Alsjeblieft. Dit is nog beter. Naar mijn mening is de video geslaagd. En het moraal van het verhaal is, doe eens een keer iets positiefs voor een ander. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ik hoop dat de vrouw geniet van haar bloemen. Ook al was het niet haar kleur. Het was ook niet mijn kleur. Bedankt voor het kijken. Red me alsjeblieft. Doei.